Ik ben Tonnes van Dijk, geboren in Groningen, maar al 27 jaar woonachtig in Scherpenzeel. En met veel plezier, als het aan mij ligt, ga ik hier niet meer vandaan. Het is wel een prachtig dorp, waar veel sociale contacten zijn, waar mensen echt nog iets voor elkaar over hebben. En ik wil zelf ook graag iets voor die gemeenschap terug doen. Dat is een van de redenen dat ik na mijn pensionering nog gekozen heb voor het wethouderschap. Op die manier wil ik wat terug doen en ik wil me sterk maken voor onze gemeenschap. En in mijn portefeuille zit ruimtelijke ordening en woningbouw, onder andere, maar ook natuur en milieu. En ik heb dus echt voortdurend te maken met het spanningsveld. Hoe hou ik voldoende groen en natuur? Hoe zorg ik voor voldoende woningen voor de Scherpenzeelers? En hoe geef ik ook voldoende ruimte voor de bedrijven die we in Scherpenzeel hebben? We staan op deze locatie. Dit is een locatie waar woningbouw gepland is. Het gebied is Akkerwinde, ten zuiden van de Akkerwindeweg en de Ringbaan. En hier gaan we in de komende jaren een 140 à 150 woningen bouwen. Maar wat ook bijzonder is, dat wij rekening houden met het groene, met onze natuurlijke omgeving. We blijven daarom een 30-40 meter van de Luntersche Beek af.